Goedenavond, dit is Mister Media. Vanavond praten we over ecstasy, XTC. U heeft daar vast wel eens van gehoord. Dat is zo'n pilletje waar je wat opgewonden van wordt, wat opener en waar een heleboel jongeren nachtenlang op dansen. Ecstasy is een drug en dus verboden. Maar omdat er toch vele tienduizenden mensen zijn die deze pil geregeld gebruiken, gaan we op dit onderwerp in. We praten met Alexander Shulgin. Hij is de heruitvinder van ecstasy. Niet alleen van deze chemische drug, maar hij heeft de afgelopen tientallen jaren heel veel van die synthetische drugs gemaakt. Alexander Shulgin heeft daar een boek over geschreven. En Alexander Shulgin is de autoriteit op het gebied van het gebruik van deze drug. We praten met hem in zijn huis in de buurt van San Francisco. Maar Alexander Shulgin komt ook binnenkort 16, 17 en 18 februari naar Amsterdam en spreekt in Mystère over onder andere ecstasy. We willen niet de indruk wekken dat we het gebruik van ecstasy willen bevorderen. Maar juist omdat voor bijvoorbeeld psychotherapie dit soort middelen bepaalde voordelen heeft, het maakt de mensen wat open. En omdat de discussie over dit onderwerp van belang is, gaan we in op ecstasy. We doen dit in het Engels. Upon the whole area of the psychedelic things as being an immense complex room with many openings, many doors, many baffles, many people, many plants, many compounds. Ik zie de hele wereld van de psychedelica als een deur, maar in allerlei verschillende vormen. Sommige mensen gaan via de planten, anderen gaan via de chemische kant. Het komt uiteindelijk allemaal van de planten. Aan de ene kant zijn de chemicaliën anders dan planten. Aan de andere kant zijn ze hetzelfde. Het gaat erom wat het actief maakt. Er is een hele discussie of het 2CB of MDMA nu wel natuurlijk zijn. Volgens Shulgin is dat onzin. Ze komen allemaal van planten. De planten zijn de oorspronkelijke leraar van alles. LSD bijvoorbeeld komt van ergot, een schimmel. En het is niet onmogelijk dat morgen iemand een mushroom, een paddenstoel ontdekt waar LSD in zit. En hetzelfde geldt voor DMT, wat al 23 jaar bekend was. Voordat ze het gaat het om een stamgevoel bij het gebruik van dergelijke middelen. Het is te vergelijken met naar de kerk gaan, zoals wij in het Westen dat doen. En dat gaat ook voor een gedeelte van sociale dingen die je deelt met mensen. And in essence, the aspect of religion as we practice it in the Western culture is very much like this aspect of het samen psychedelica nemen of erover praten lijkt dus een beetje op wat in de kerk doet. Not in ordinary consciousness and something other people share. Omdat je ook een heel. Well, actually, I would have said there's three. I can see a third reason for it. Er zijn drie manieren, of drie redenen om psychedelics te nemen. Een therapeutische manier, een sociale manier, maar de derde manier is persoonlijke manier. Uitvinden wie je bent, wat je doet, waarom je hier bent. Een zelfanalyse. So that's really another part of the use of the psychedelic material. No, I don't totally work with natural materials. I work with plants also. I isolate them. Ik werk met chemische middelen, maar ook met planten. New compounds out of a plant, identified their structure, synthesized them, and published. Ik zoek en synthetiseer nieuwe componenten op basis van. Source of material, but as a source of information. En ik gebruik de planten dan als een bron van informatie. Used, almost every pharmaceutical is used has had somewhere its origins, either discovery from a plant or discovery by accident. We don't have the wit to
design things to be novel. De meeste dingen zijn. Where I've been. Do we learn? Do we learn? If we want to. In what direction? Mm-hmm. In what direction have you learned? One thing I've learned, a very basic rule, which I think is very nice, and that is keep your sense of humor and don't take yourself seriously. Een van de belangrijke dingen die ik geleerd heb is van hou je gevoel van humor en neem jezelf niet te serieus. And simplify. Very good. En hou het simpel. This has come in very much in the last decade or two. Simplify things. You tend to build complex relationships and explanations and details and try to find how the elves indeed got on that side of that branch of the tree. Enough to know maybe they're elves. Yeah. And even at that, maybe they're not elves, but they're as if they were elves. Simplify. Make things a little bit easier to take. You can't take it all with you when you go. So at least you can. Who is it? Nabokov, I think it was. Je kunt het toch allemaal niet meenemen. En hou het dus simpel. Which said, in essence, the last 2 seconds of your life are spent. The first second is reliving your entire life and going through everything kind of all over again to where you had come from and where you are now. That's the penultimate second. And the last second is preparing yourself for truly the ultimate change in state of consciousness. De allerlaatste seconde van je leven is je voorbereiden op een hele andere werkelijkheid. You're learning how to change your state and live, if I may use it as a slightly misdirected word, with that change of state of consciousness. Which is the epitome, the quintessence of dying. Well, for me, Rob. Back at it. If you put this on a television program, discussions of, you know, the nature of God and our relationship to it, yep. Her or him, that people will say you're crazy. This is a crazy sort of thing. Actually, mensen zullen zeggen je bent als je praat over God in dit verband. Dat kan helemaal niet. Who doesn't respond at some level to that, because maar eigenlijk everyone in the world asks the same questions. Vraagt iedereen altijd dezelfde vragen. But they all have the same questions. You know, where am I going? Why am I here? What is the waar meaning ga ik naartoe? Waarom ben ik hier? So waarom, that even if the producers of the program may think this is crazy because they prefer to stay away from these very deep questions, your viewers will want more because iedereen is in dat onderwerp eigenlijk geïnteresseerd. In themselves and in every book they read and every movie they go to. It is not the intimacy. One thing that drugs can do is allow that intimacy. Trip met allow you not MDMA of ecstasy is een mogelijkheid om intimiteit te beleven. Open sense, but in the emotional sense. And learn the defense. And let your defenses en je defensiemechanisme laten verdwijnen, laten vallen. Not have to be guarding every single. Oh, he said that. I wonder why he said that. I wonder if he's implying such and such. And these are the guards that defenses. Yeah. And sometimes those can be relaxed and should be, but they have to be relaxed in a way in which you are aware of it and it's part of your voluntary action. The older you are, naarmate je ouder wordt. You understand the opening here. Meer begrijp je dat het gaat om een opening van het hart. But the negative side is of course that the misuse of drugs can also be used. Maar aan de negatieve kant to make somebody sexually vulnerable. Kunnen drugs ook misbruikt worden om voor iemand seksueel bol te brengen. En het is niet eenvoudig om de liefde te bedrijven met psychedelics. Het is een heel complexe mengeling van het bewuste en onbewuste. Is a very complex and magnificent thing. There's a dark side of that coin. Dark and light. Because a person er zijn ook donkere kanten. Not those doors open and has for voor sommige mensen die de deuren niet echt open hebben, kan het een zeer angstige ervaring zijn. En er zijn er dus redenen om die psychedelische deur niet te openen. You have extraordinarily dangerous bad experience. Je kunt een heel gevaarlijke ervaring optreden. The argument psychedelics are not for everyone. Sounds a little bit elitist and smug. But there's truth to it. Absolutely true. Psychedelics zijn niet voor the same questions from the time you could create concepts of any kind. And so has every other child in the world. En dit was het bezoek aan Dr. Shulgin en zijn vrouw.